André Ooyer staat daar centraal in de formatie van Roda. Hij is nog steeds gewild bij PSV. De speler heeft er zelf ook wel oren naar, maar vanavond speelt hij dus gewoon voor de vereniging uit Kerkrade. Dat Peters in de basis zat en de Hongaar Torma op de bank liet zitten. Bij PSV was het puzzel hoor. Stinga en Iwan, dat waren de oplossingen aan de zijkanten van het middenveld. En eindelijk mocht Niles weer eens in de basis staan, samen met Müller voorin. En de tweede elftal spelers Temrukov, afkomstig van Spartak Moskou, en de Marokkaan Fakir zaten naast aankoop Arnold Brugging op de bank. Het commentaar is van Frank Snoeks. Jong, Van Petta. Stinga. Iwan. Klein speelveld, omdat Roda ver van het doel verdedigt. Niles. Omringd door twee Kerkraadse verdedigers, waaronder deze van Haren. Maar die heeft veel tijd nodig. Loopt nog goed af. Ja, betrekkelijk goed. Jonk. Petrovic. Zou kunnen schieten. Wil dat met links doen. Had toch beter in één keer kunnen uithalen met rechts. Jong. Stinga. Goed balletje. Is dit buitenspel? Dat waag ik te betwijfelen. Maar Müller wordt door de grensrechter buitenspel gegeven. En de scheidsrechter neemt het advies over. Twijfelachtig. Sterker nog, van twijfel is zelfs geen sprake. Had kunnen verwachten dat Roda PSV veel agressiever zou aanpakken dan het nu doet. In de wetenschap dat PSV zo'n volle ziekenboeg kent. Niles appelleerde dat de bal onderweg werd geraakt. En dat appel wordt overgenomen door de scheidsrechter. Dus krijgt PSV zijn tweede corner. PSV heeft wat meer spelaandeel dan Roda in de openingsfase. Nog een keer, jong. Nou, André. Oh, je werkt weg. Damjanac nu. Goed opgelet. Geen buitenspel nu. Iwan, Müller en dan toch een fluitsignaal nu. Waarom dan? Waarom dan, scheidsrechter Van Dijk? Wat ging er hier dan mis? Wat noodzaakte dan tot dit fluitsignaal? Iwan speelt de bal op Müller. Die heeft een vrije route naar het doel. En Van Dijk zegt, ik geef een vrije schop aan PSV wegens een duwtje tegen Iwan. Ja, dan voel je het heel slecht aan. Kleine moeite was het geweest om een paar tellen te wachten met de lippen vol tegen het fluitje aanzetten. Damjanac. Want nu stond er de muur die het schot van Niles half keerde. Verlengd door Niles. Iwan. Iwan, die bal zeilt er voor langs. Stinga. Achter Müller langs. Jong. Goed geschoten. Damjanac zag het, maar keert het schot met de nodige moeite en enig geluk. Stinga. Vrij schot. Overtreding van Haren. Fensetter stond er bovenop. Jong. Appel voor Hens. Maar Van Dijk had dat onmogelijk kunnen zien. We zien al die spelers die hem het zicht belemmerden. Dit is geen buitenspel natuurlijk. Dus kan Lawal door. Maar dan schiet hij veel te gehaast en raakt de bal ook helemaal niet goed. Niles. Jong. Werd de bal ontfutseld door Dominic. Van de Leur. Peters. Peters is natuurlijk geen buitenspel, maar Van Hout stond daar wel hinderlijk buitenspel. Die uitleg is terecht. Peters was niet de man die offside liep.
Nou, Van Hout wel. Kijk, hier, Van Hout. Hinderlijk buitenspel is de uitleg en dat is een goede uitleg. Ooyer. Van Haren krijgt de bal mee van Lawal. Daar is Van der Leur. Vrije schop natuurlijk. Faber verontschuldigt zich. Van der Leur. Van Hout. Corner Roda. De 38e minuut, Erik van der Leur. Lawal. Het verdedigen door Jonk. Ja. En Iwan komt aan de pas, maar toch de voorzet van Lawal. Peters, 1-0. Regilio Vrede. Die altijd mee voorin is als er corners worden genomen. En het doelpunt komt uiteindelijk voort na een hoekschop van Van der Leur. Vrede was daar blijven hangen. Jonk en Iwan worden beide in de luren gelegd door Lawal. En het mogen Jonk en Iwan zich aantrekken. En dan komt Peters de bal terug. En van dichtbij is het Vrede die binnentikt. Peters. Het hart. Peters. Het hart. Iwan. Petrovic. Iemand rekent erop de bal terug te krijgen. Dat gebeurt nu ook alsnog. Lekker voor. 1-1 door Peter Müller. Die zo zijn eerste competitiedoelpunt voor PSV maakt. Nadat hij in de Europa Cup ontmoeting in Barcelona ook al gescoord had. Iwan. Strakke voorzet. Ja, dan hoef je maar even te raken. En dan is het ook echt raken. Stinga, goed gedraaid. Niels. Overtreding van Vrede. Nielis. Damjanac. Door de benen. De klassieke keepersblunder. Het is een moment dat je eigenlijk aanvoelt komen als je zo'n Damjanac de hele wedstrijd bekijkt. Want die is allesbehalve zeker van zichzelf. En die haalt de raarste frats uit. Zoals dus deze. Stinga. Schud van Haren zo van zich af. Overtreding van Iwan en die krijgt dan antwoord van het hart. En Iwan doet het voorkomen in elk geval alsof hij in het gezicht geraakt werd. Stinga zet de bal voor en dan opletten op het duel tussen Iwan en het hart. De overtreding van Iwan is klaar. En dan de elleboog van het hart, wel degelijk. Vol in het gezicht van Iwan. Van Haren. Hout. Niets aan de hand. Toch wat aan de hand. Penalty, zegt Van Dijk. Want hij loopt nog naar de stip. En hij heeft hem gevonden ook. En hij heeft ook een gele kaart in de handen. Ja, en ik kan me die opwinding van die PSV-spelers goed voorstellen. De paas is van Van Haren. Daar komt Van Hout in het stuk voor. En dan Faber. Ja, het is een duel zoals zoveel. En waar meestal geen strafschop wordt gegeven. Onbegrijpelijke beslissing van Van Dijk. En Ooyer profiteert ervan. De scheidsrechter drukt een stempel op de wedstrijd door dingen die hij wel ziet en die hij niet ziet. Come on!
Petrovic. Oh, goede voorzet van Petrovic op Brugink. En die had een grotere kans dan hij zich nu misschien nog realiseert.